De eerste 10 bedrijven die succesvol zijn doorgestroomd na het pitchen van hun ideeën aan het Surinam's Growth Enterprise programma Search, hebben op 13 november een overeenkomst getekend. Het Search-programma is een initiatief van het ministerie van ISOTI met als doel Surinaamse micro-kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Dit programma wordt gefinancierd door de World Bank Group. De MKMO's vormen een levensader van de economie als grootste werkgevers en zij dragen bij aan de nationale omzet. Het ministerie van ROM heeft maandag de tweedaagse National Training Workshop on Climate Change georganiseerd. Deze workshop richtte zich op de State of Play, nationale vraagstukken en de strategie voor deelname aan COP28. ROM-minister Mashanu Dasai benadrukt de cruciale punten die van invloed zijn op de deelname van Suriname aan COP28. COP28 markeert de 28ste jaarlijkse klimaatbijeenkomst van de VN. Minister Dasai onderstreepte het belang van deze bijeenkomst, waar landen samenwerken om de toekomstige klimaatverandering te beperken en zich voor te bereiden. De regering staat ervoor open om samen met de FITS en de Vereniging van Samaka Gezagsdragers in dialoog te treden om te komen tot een gezamenlijke oplossing over de vraagstukken die zij hebben aangekaart bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, IACHR. Dit zegt Roy Bajnat Pandey, die door Suriname als agent van staat is aangesteld bij de IACHR en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. De twee organisaties hadden namelijk bij de IACHR een verzoekschrift ingediend en een hoorzitting aangevraagd. De reden hiertoe was dat Suriname als land een aantal kwesties niet zou hebben geadresseerd.